Hallo allemaal en welkom bij deze zevende online klas muziektheorie. Ik heb weer een mooi programma voorbereid, dat ga ik met jullie doornemen. Nou, we zijn inmiddels al bij zeven classes. Dat is dus vrij pittig ook in de theorie. We hebben al veel onderwerpen behandeld. En nou, ik heb alweer een aantal mooie nieuwe onderwerpen gevonden. En voor volgende week heb ik er ook al wel weer een paar in gedachten. Maar mocht je nog suggesties hebben van, hé, dat lijkt me interessant om daar eens wat meer over te weten qua muziektheorie, laat het dan vooral in de chat of in een reactie per mail misschien aan mij weten. Want dan kan ik dat volgende week misschien meenemen. Zo, wat we vandaag gaan doen, ik heb het even een beetje omgedraaid. We gaan zo eerst even een aantal muziektermen doen, of eigenlijk muziek. Afkortingen die ik zo meteen met jullie door ga nemen. Daarna gaan we aan de gehoortraining beginnen. Vervolgens heb ik twee theoretische onderwerpen die ik aan jullie wil uitleggen of iets wat meer over wil vertellen. Namelijk stemming en maatsoorten, dus twee aparte theorieonderwerpen. Vervolgens ritmiek, gaan we weer ritmiek uitvoeren. Ik hoop dat het iedereen ook lukt om thuis via mijn website de ritmes te downloaden, zodat je die ook kunt oefenen en dat we die ook vandaag in de les samen kunnen doen. Sluiten we af met nog wat gehoortraining en aan het einde van de sessie zet ik gewoon weer open, zodat iedereen, als die dat leuk vindt, nog eventjes gedachten tegen elkaar kan zeggen. Even kijken hoor, mocht je vragen hebben ondertussen, zet die in de chat. Als er geen vragen zijn, ga ik gewoon lekker door. Even kijken. We beginnen met de muziektermen. Ja, en zoals ik al zei, dat zijn, heb ik vandaag vier afkortingen van begrippen. En daar heb ik ook een. Maar moet ik even kijken of ik het aan kan zetten. Ja, even kijken. De pol. Zo, daar zijn we. Langs pol. Doet de. Heb bij iedereen. Mariska zegt, je valt af. De vraag is, wat moet je doen bij de afkorting 8VB? Je kunt antwoord geven in de poll. En geef je antwoord in 5 seconden. Nou nu, 5, 4, 3, 2, 1. Ga ik nu de poll beëindigen en het resultaat met jullie delen. Nou, je ziet de meeste mensen hebben het antwoord gegeven een octaaf lager spelen. Dat is ook het goede antwoord. En ik zal het even met jullie doornemen. Dus 8VB betekent volledig uitgeschreven 8 fa bassa. En 8 fa staat dan voor ottava, hè? Dus octaaf. Dus je moet in dit geval een octaaf lager spelen. Dat moet je blijven doen totdat je in je muziek het woord loco tegenkomt. Vaak zie je 8VB en dan met stippellijntjes, dat zou ook kunnen. Dan moet je dat gedeelte tussen die stippellijntjes moet je een octaaf lager spelen. Of je speelt een octaaf lager in dit geval tot het woord loco, want dat betekent gewoon of normaal. En het tegenovergestelde van 8-fa bassa is 8-fa, dus een octaaf-fa, dan moet je omhoog octaveren. Nou, je ziet de meeste mensen hadden het goed, maar het is toch goed dat we het hier een keer over hadden, omdat er wel wat verdeelde antwoorden waren. Gaan we verder met de volgende de afkorting. Wat betekent oblul? Ik heb hier ook een poll bij, dus die ga ik even aanzetten. Zo, als het goed ziet iedereen nu de poll. Wat betekent oblul? Waar staat het ook voor? Gaan we het zo meteen over hebben. Er komen nog twee mensen bij. Dus die laat ik even toe in de chat. Zijn we weer met een mooi aantal, bijna 30 mensen. Even kijken, wat betekent oblul? Geef je antwoord in 5 seconden naar nu. Komt die? 5, 4, 3, 2... 1. Ga ik nu de poll beëindigen, dan kun je geen antwoord meer geven. Nogmaals, meedoen in de poll is anoniem.
Dit is het enige dat ik zie, het percentage of het aantal dat het antwoord heeft gegeven. Jullie zien, de meeste mensen hebben onmisbaar geantwoord en dat is ook het goede antwoord. Obligado staat namelijk voor obligato. En het is wel heel erg grappig, want ja, van oudsher had obligato een andere betekenis, namelijk bijvoorbeeld dat de partij vereenvoudigd was. Tegenwoordig komt het eigenlijk alleen maar voor als verplicht of onmisbaar. Dus dat, je zou het ook kunnen vertalen als belangrijk. Dus dan staat er vaak bij een solo of een tegenstem, solo obligato, solo. En dan is het dus ja, de belangrijkste stem of de belangrijkste tegenstem. Dit komt veelvuldig voor in muziek. Dan weet je nu ook een keer wat dat betekent als je het tegenkomt. Toch ja, belangrijk, want dan weet je dat je het ook een klein beetje sterker moet spelen. Even kijken hoor. Gaan we verder met de volgende. En dat is, wat betekent T1? Even kijken, hier komt de pol. Dat ziet iedereen die nu. De antwoorden kunnen gegeven worden. Betekent het terug naar 1? Betekent het alleen de eerste keer spelen? Dat kom je natuurlijk ook vaak tegen. Betekent het tempo 1? Betekent het dubbel tempo? De antwoorden worden inmiddels gegeven in de poll. Geef je antwoord in 5 seconden naar nu. Komt die 5, 4, 3, 2, 1. Dan ga ik nu de poll sluiten. Er kan geen antwoord gegeven meer worden. En je ziet nu, want ik heb het antwoorden gedeeld, is dat de meeste mensen hebben gezegd tempo 1. Dat is ook correct. Volledig uitgeschreven betekent het dus tempo 1. Ja, vaak kom je deze afkortingen tegen als er niet zoveel ruimte is in muziek. Dan kiest de uitgever om het met een afkorting te schrijven. Dus tempo 1. Dus het betekent tempo 1, dus het is het eerste tempo van het stuk of van het gedeelte. Daar hebben we het natuurlijk laatst ook over gehad. En wat ik toen ook over heb gezegd, maar wat ik belangrijk vind om te herhalen, is dat je het niet moet verwarren met a-tempo. Want a-tempo betekent in tempo. Dat is dus anders dan het eerste tempo. Dus in tempo is bijvoorbeeld als je eerst een ritenuto hebt gehad en daarna weer in tempo moet spelen. Je kan natuurlijk ook wel eerst een ritenuto hebben en daarna weer terug moeten naar tempo 1, maar dan staat het erbij. Dus a tempo en tempo 1 zijn twee aparte dingen. En we weten nu ook wat de afkorting hiervan is. Dit was de laatste poll van vandaag, maar niet de laatste afkorting. Ik heb namelijk nog een afkorting. Dit is een open vraag. Dus bedenk even voor jezelf wat jij hierop zou antwoorden. Wat betekent op? Denk er even over na. Ik zal met jullie delen wat het betekent. En dan ben ik daarna eigenlijk wel in de chat benieuwd of iemand, hè, dus misschien kan je dat in de chat schrijven, of iemand het goed had. Het is een afkorting van het volledig uitgeschreven opus. En dat betekent werk. Dit zie je vaak boven je partij staan. Dan staat er eerst natuurlijk de titel. En dan staat er dan de componist. En dan opus, op. En dan een nummer. En dat wordt gehanteerd als telling van de werken van een componist. En dat is uiteraard vaak chronologisch. En zo kun je dus, als je bekend bent met een componist, zien of het een vroeg werk of een wat later werk bijvoorbeeld is. En het is ook handig dat de werken natuurlijk allemaal gecategoriseerd zijn. Ik heb hieronder gezet ook bijvoorbeeld opus 64. Nou, zo kom je dat bijvoorbeeld tegen. Opus 64 van Tchaikovsky bijvoorbeeld. Als je dat in zou typen op Google, kun je misschien na de les een keer doen. Opus 64 Tchaikovsky, dan kom je op de vijfde symfonie uit. Sommige componisten hanteren een eigen rubricering van hun werk. Ja, bijvoorbeeld bij Mozart, dan staat er geen opus, maar staat er KV.
Dat staat voor keukenrolverzeichnis, zoals je ook kunt lezen in het scherm. Waar dat vandaan komt, is eigenlijk dat Mozart niet zijn eigen werk had gecategoriseerd. En dat er dan een theoreticus, muziektheoreticus, die later zijn werk heeft geordend en eigen numeriek aan heeft gegeven. Nou, zo is dat ook met de Bach-werkenverzeichnis. Nou, ik hoop dat het allemaal duidelijk is. En even kijken hoor. Als er vragen zijn, nogmaals, dan zie ik ze graag in de chat. Ondertussen gaan we gewoon lekker verder. En we gaan nu verder met de gehoortraining. We hebben inmiddels intervallen tot en met een octaaf gedaan. Tenminste binnen de majeur toonladder van een octaaf. En we hebben een aantal drieklanken. Ik ga eerst een aantal intervallen voor jullie spelen. Dat doe ik even met twee losse tonen. Nou, kijk goed of je dat kunt horen. Hier komt die. Dat de piano goed hoorbaar is, ik speel het interval twee keer. Dit is een reine kwart. Het begint steeds op een andere grondtoon nu. Dit is een grote seconde. Ik hoop dat het goed gaat thuis. Hè, nogmaals de tip, als je dit interval hoort, zing het daarna voor jezelf eens na. Misschien dat je het dan beter kunt horen en kunt herkennen. Dit is een reine kwint. Dit is een grote ters. Dit is een rein octaaf. Dit is een reine kwart. Kun je er nog één op deze manier? Dit is ook een reine kwart. Goed, ik zei ik doe er nog één op deze manier. Ik heb nu steeds de intervallen stijgend gespeeld. En ik heb jullie daar ook een aantal ezelsbrugjes voor aangeleerd. Bijvoorbeeld om een liedje te herkennen. Natuurlijk komen niet alleen maar intervallen stijgend voor. Maar intervallen komen ook wel eens dalend voor. En ja, als je nou dacht dat je dit net onder de knie kreeg misschien. Is de volgende stap best wel pittig. Dat weet ik nog van mezelf, van toen ik het vroeger leerde. Ik ga nu namelijk de intervallen andersom spelen, dus dalend. Toen ik het vroeger leerde, toen heb ik steeds naar die intervallen dalend geluisterd en ze razendsnel al zingend, neuriënd of in je hoofd zingend, voor jezelf voorstellen, nagezongen en dus ook omgekeerd. En dat was voor mij in het begin de truc om toen ook de intervallen te herkennen. En later, ja, dan hoor je het allemaal wel. Dan is dat niet nodig. Want ik ga het eerste interval dalend spelen. Ja, dit was een grote seconde. Dus eerst speelde ik steeds dan. Nu speelde ik een grote seconde dalend. Dit is een reine kwart. Ik zal hem ook even omdraaien. Reine kwart. Thank you.
grote kers. Die draai ik ook even om. Dat is in het begin wel makkelijk. Grote kers. Volgende. Het is een rein octaaf. Dat is een lastige. Deze. Dit is een grote sekst. Goed, ik hoop dat het toch een beetje lukt. We gaan aan het einde van de sessie hier nog eventjes een keer mee oefenen. Nu gaan we naar de drie klanken. Die te beluisteren. Even kijken hoor, ik heb ze hier in beeld. Zet hier een scherm. Zo. Komt de eerste drieklank. Ik hoop dat de piano goed hoorbaar is. Dit is een majeur drieklank. Ook een majeur drieklank. Ook een majeur drieklank. Dit is een mineur drieklank. Spellende drieklank misschien. Hè? Het is een overmatige drieklank. Oké. Nog een keer. Een mineur drieklank. Een verminderde drieklank. Even kijken hoor. Ik hoop dat het bij jullie lukt. Heeft iemand het allemaal goed? Ik zie iemand nee schudden in beeld. Het is best wel lastig om dit te horen. Ik zal ook een paar drieklanken even doen. Waarvan ik de tonen niet allemaal tegelijk speel. Maar stuk voor stuk. Komt ie, de eerste. Misschien wat makkelijker luisteren. Het is een majeur drieklank. Dit is een verminderde drieklank. Verminderde drieklank. Bijna hetzelfde dit, hè. Dit is een mineur drieklank. Dus daarbij is die kleine terts in het begin hetzelfde. Ik zou eerst even de mineur drieklank spelen. Mineur. Is nu alleen de kwint anders. Dus mineur. En verminderd. Ik speel nog twee. Dit is de grote drieklank, oftewel majeur. Dit is minuut drieklank. Wat ik me goed realiseer is dat het lastig is dat er nu geen verband tussen zit. Dus ik speel nu eigenlijk een beetje kriskras over de piano, speel ik de drieklanken.
ja, dan zit er natuurlijk geen verband tussen. Als je nou dit hoort, dan hoor je waarschijnlijk wel dat dit een mineur toonsoort is, hè? Als ik dit zou doen, dan hoor je eigenlijk duidelijk dat het majeur is. Misschien dat ook wel helpt bij het beoordelen van de toonsoorten. Goed, we hebben lekker geluisterd. We gaan verder met het volgende onderdeel. Ik hoop wel dat het overigens bij iedereen steeds een stapje beter gaat en een stukje beter gaat met het luisteren naar de verschillende intervallen en drie klanken. Dat is natuurlijk wel leuk. We gaan het eens hebben over stemming. Stemming hebben we het al een paar lessen nu in verschillende manieren over gehad, of tenminste hoe het naar voren is gekomen. Bijvoorbeeld ook bij de opbouw van een drieklank. En in grote lijn ga ik er nu even kort herhalen en dan ga ik er ook weer iets nieuws aan toevoegen, zodat ook beter duidelijk wordt waarom dat nou eigenlijk zo is. Nou, eerst de basisregels voor stemming van een drieklank. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat iedereen in basis zorgt voor technisch een goede toon. Hè? Dus dat die open klinkt en dat je voldoende lucht geeft, dat er voldoende projectie is. Want als je een heel klein geluid maakt, dan is het moeilijker om samen te stemmen, hè, in het orkest. De moeilijkheid zit dan vaak in het spelen van piano. Want als je nou piano een stukje speelt, heel, heel zacht, dan is het misschien wat lastiger om dat open geluid te krijgen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ook voor jezelf thuis goed ook zacht oefent. Dus zowel sterk als zacht. Dat je daar technisch goed in wordt. Maar goed, nu ga ik er dus vanuit dat de technische toon goed in orde is. En dan zijn er een paar basisregels. Bijvoorbeeld dat de grondtoon stabiel in de kern is. Hè. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, die moet volgens het stemapparaat precies kloppen. Dus je spreekt met elkaar af. Hè. De stemming is, de stemmen we af op 440, 441 of misschien 442. Hè, qua toonhoogte. En dan moet die precies kloppen op je stemapparaat. De kwint, die intoneer je altijd een klein beetje hoger. En dat doe je zodat je daarna ook ruimte geeft aan de terts. Dus eigenlijk stem je de kwint af op de grondtoon. Dus als ik nou een C als grondtoon heb, dan stem je de kwint, dat is in dit geval dan de G, een beetje hoger af. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die dus dan op dat moment niet helemaal stemt met je stemapparaat. Want je stemt hem af op de C, niet op je stemapparaat. Die maak je dus een klein beetje hoger. En dan weet u inmiddels ook, omdat ik het heel vaak ook zeg, de grote terts die moet een klein beetje lager geïntoneerd worden. En de kleine terts die moet een klein beetje hoger geïntoneerd worden. Goed, we gaan eventjes verder kijken. En naast dat deze basisregel belangrijk is, is het ook belangrijk dat de dynamiek goed klopt. Nou staat er natuurlijk in je partij, staat er vaak dynamiek aangegeven, bijvoorbeeld forte, mezzoforte, piano of iets dergelijks. Maar onderling is die dynamiek, dat dynamische verloop niet steeds hetzelfde. De grondtoon, ik heb hem hier als onderste van de piramide getekend, de grondtoon moet namelijk altijd het sterkst. Vervolgens de kwint, die moet een klein beetje zachter, die moet dus een beetje hoger en zachter. En de terts, die moet het allerzachtst. Dus als je nou dynamiek forte in je partij leest, blijf altijd goed luisteren om je heen. Moet je wel echt zo sterk spelen of moet je een klein beetje inhouden omdat je misschien een terts hebt? Hè? Om het goed te laten stemmen is dit dus van belang. Dus de dynamiek bij opbouw van een stemmende drieklank hebben we het al over. Hè? Als je mooi stemt, dan hoor je ook vaak dat het heel mooi gaat resoneren. Een klein beetje trillen in de ruimte. Nou, hoe komt dit nou tot stand? Daarvan wil ik jullie de boventoonreeks laten zien. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Als je een toon hebt zonder boventonen, dan spreek je van een sinus. Een toon met boventonen. Dan resoneert of vibreert er meer in de ruimte. Hè? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik sla nu de lage C op de piano aan. En
uiteraard hoor je die toon aan het sterkst. Maar dit is ook als je een laag toon op je, of een, als je een willekeurige toon op je instrument speelt, dan hoor je die toon het sterkst. Maar het is niet de enige toon die er klinkt in de ruimte. Er klinken allerlei tonen in de ruimte mee, de boventonen. En ja, ik heb de boventoonreeks hier uitgeschreven. Zou ik zo kunnen zeggen. Sorry. Dit zijn alle tonen die je hoort. Je hoort ze dan wel niet allemaal even sterk, want je hoort deze toon in dit geval het sterkst, maar die andere tonen zijn wel degelijk in de ruimte aanwezig. En als je nou de boventoonreeks bekijkt, dan is het wel erg interessant. Even kijken hoor. Van hoe vaak komt nou die grondtoon C voor? Dan gaan we even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Die komt 5 keer voor. Of in de boventoonreeks misschien 4, maar hij komt dus 5 keer voor. En dat betekent, verklaart ook de onderkant van die piramide waarom die grondtoon zo sterk moet. Die komt ook het meest voor in de boventoonreeks, dus die moet je ook het meest versterken om sterk te krijgen. Hoe vaak komt die kwint G voor? Nou, ik heb dat zo uitgezet. Dan kunnen we het ook eventueel nog natellen. Maar die G die komt dus 3 keer voor in de boventoonreeks van C. Dus die moet ietsje zachter. En die terts, de grote terts in dit geval, die komt 2 keer voor. Dus nou zie je ook, die moet het zachtst. Dus schrijft iemand in de chat even kijken. Bij mij is dat altijd een probleem met het stemmen van de trommels. Ja, dat klopt. Even kijken hoor. Dus ik heb hier nog een keer het model erbij gepakt. Dus die grondtoon, die moet het sterkst. De kwint ietsje zachter en de terts het zachtst. En dan heb je ook nog de toevoeging, daar hebben we het laatst ook over gehad overigens, toen we het hadden over akkoorden, dat de toevoegingen aan een akkoord altijd nog ietsje zachter gespeeld moeten worden. Dus je kunt aan een akkoord, ik heb hier een drieklank van C, bijvoorbeeld ook een mooie noon toevoegen. Die moet je dus zachter mee laten kleuren dan de rest. Of een zesde toon. De septiem, die hoeft niet te sterk. Schrijft iemand in de chat, is conventie dat de reeks ophoudt bij de 15e boventoon, want natuurkundig gezien kan dit eeuwig door blijven gaan. Dat is een goede vraag. Dit is de boventoonreeks zoals die in alle modellen geschreven staat. Ik weet niet of dit te maken heeft met hoorbaarheid, want op een gegeven moment vallen dingen natuurlijk buiten ons gehoor. Maar dit is zoals iedereen altijd leert en hij in de modellen terug te vinden valt. Is. Is het ook nog een verschil welk instrument de grondtoon speelt? Het ene klinkt altijd zachter dan het andere. Ja, en daarom is stemming in een orkest ook al zo lastig. Er zijn een paar instrumenten die komen natuurlijk altijd sterker door van nature dan andere instrumenten. En om iets stemmen te krijgen, moet de componist natuurlijk aan de ene kant de instrumentatie goed maken, of de arrangeur, die moet de instrumentatie goed maken dat er voldoende grondtonen zijn en iets minder kwinten en zeker minder terksen. Maar nog kan je als muzikant daar ook iets aan doen. Dus inderdaad niet door die terksen nou echt doorheen te knallen, maar juist mengend te spelen met anderen. Hè? Dus ja, waar begint stemming? Het begint natuurlijk met het maken van een goede toon, maar vooral ook het gebruik van je oren. Blijf altijd luisteren. Want er zit inderdaad een grens aan hoe sterk je op een gegeven moment kunt spelen, wil je een stemmend geheel creëren. Nou, stemming altijd wel heel erg interessant, ook een lastig punt. Maar ik hoop nu toch dat we weer een mooie extra tool hebben om dit beter te begrijpen.
Want een cornet heeft dan toch altijd minder boventonen dan een bas? Nee, ieder instrument heeft hetzelfde aantal boventonen. Alleen komt anders door. Tenminste, de boventoon van ieder instrument zijn wel anders. Als je bijvoorbeeld naar de boventoonregels kijkt van een klarinet, ziet die er anders uit dan die van een cornet. Maar dat heeft met stemming zeg maar, onderling niet zoveel te maken. Zitten alle grondtonen, terts en quinten steeds in één partij geschreven? Nee, dat is dus ook het lastige. In de partijen komt dat om beurten voor. Dus het kan zijn dat je in de eerste toon de grondtoon hebt en in de tweede toon in je partij de terts. Dus dat varieert steeds. Je zou dus ook kunnen zeggen dat je steeds een klein beetje om stemming te kunnen spelen qua dynamiek varieert. De schommelingen daarin zijn natuurlijk niet waanzinnig groot, maar ja, om stemming te spelen moet je er wel rekening mee houden. Goed, gaan we verder met maatsoorten, de theorieën van maatsoorten. Eerst een stukje basis en dit gaan we uitwerken zodat ik aan het einde... Dat is dus zometeen. Goed, de onregelmatige maatsoorten kan uitleggen. Hoe die in elkaar zitten en hoe je die kunt onderverdelen en tellen. In een maatsoort, hè, want wat is een maatsoort? Nou, het geeft natuurlijk de telling en de indeling van de maat aan, zoals iedereen ook weet. En het bovenste cijfer geeft altijd het aantal tellen in de maat aan. En het onderste cijfer welke notenwaarde de tel is, de teleenheid. Dus ik heb hier opgeschreven 3/4. Er zitten dus 3/4 noten in de maat, 3/4. Nou, niet zozeer 3/4 noten, maar de waardes van 3/4 noten. Het onderste cijfer, hebben we het nu over, dan staat de 2 voor een halve noot. De 4 staat voor een kwartnoot. De 8 staat voor een 8e noot en de 16e staat voor een 16 staat voor 16e noot. En theoretisch kun je nog verder gaan met 32, 64 of 128. Bijvoorbeeld met 32, dat komt ook echt wel voor in de muziek. Misschien ben je het zelf nog nooit tegengekomen, maar het komt echt voor. Ik heb een mooi voorbeeld gegeven hieronder van iets met veel 16e maatwisseling achter elkaar. Dit is een klein stukje van Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Dat stuk staat boordevol met maatwisselingen. Het is leuk om een keer te zien dat dat ook daadwerkelijk voorkomt. Hè? Dat het niet alleen maar theoretisch is. In maatsoorten onderscheiden we enkelvoudige maatsoorten en samengestelde maatsoorten. Waar het hier om gaat is dat enkelvoudige maatsoorten één maataccent hebben. Ik zal daar straks ook nog voorbeelden van geven, zodat je het ook echt goed begrijpt. En samengestelde maatsoorten die hebben meerdere maataccenten. Bijvoorbeeld een vierkwartsmaat, die heeft een hoofdaccent op de eerste tel. En een nevenaccent, een wat lichter accent op de derde tel. Dus dat is een samengestelde maatsoort. Binair, we onderscheiden ook nog binaire maatsoorten, ternaire maatsoorten en kwartenaire maatsoorten. Ik zal zo meteen met de voorbeelden dat beschrijven, dan kun je dat goed zien. Zoals hier. Dus die enkelvoudige binaire maatsoort, hè, dat is bijvoorbeeld de 2/4 of de allebreve maatsoort. Dus die hebben één maataccent. Ook één maataccent, maar dan driedelig, is een 3/4 maat of een 3/8 maat. Hè, ik denk dat nu ik de voorbeelden bijgeef, dat het al wat duidelijker wordt. De samengestelde binaire maatsoorten, die zijn bijvoorbeeld de voorbeelden daarvan. Hè. Ik ben nu niet volledig in mijn opzomming, maar voorbeelden daarvan zijn een 4/4 maat of 6/8. En een samengestelde ternaire maatsoort, dus zijn dan 3 maataccenten, is een 9/8. Je hebt dan in die ternaire maatsoort dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er zijn een aantal vragen in de chat. 32 is een roffel op de trom. Dat is een grapje. Klopt. Komt ook als maatsoort voor. 4/4 heeft toch maar 1 maataccent. Nee, het is 1, 2, 3, 4. Wat we verder nog onderscheiden
is regelmatige maatsoorten en onregelmatige maatsoorten. Nou, in regelmatige maatsoorten dan, zijn de telverdelingen tussen die maataccenten gelijk aan elkaar. Dus bijvoorbeeld in een vierkwartsmaat heb je 1, 2, 3, 4. Dat duurt even lang. In een onregelmatige maatsoort is die verdeling niet gelijk. Dus bijvoorbeeld in een 5/8 maat, wat een onregelmatige maatsoort is, heb je bijvoorbeeld de indeling 1, 2, 3, 4, 5. Dus met de accent op de 1 en de 3. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Of met een accent op de 1 en de 4. 1, 2, 3, 4, 5. He, dus dat is wat er onregelmatig kan zijn aan een maatsoort. En hoe regelmatige en onregelmatige maatsoorten zich aan elkaar van elkaar onderscheiden. Dus als ik dan nog eventjes het lijstje verder afmaak, met die voorbeelden, deze hebben we nu allemaal net doorgenomen, de regelmatige maatsoorten, dus die enkelvoudige binaire maatsoorten, heb ik nu ook bijgezet dat het regelmatig is. Net hadden we allemaal regelmatige maatsoorten, ook bij die 9/8, want toen hadden we de porties tussen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zijn allemaal even groot. Als we nou kijken naar de onregelmatige samengestelde maatsoorten, dan is dat bijvoorbeeld een 5/4 of een 5/8, want die hebben dus twee maataccenten in zich. Onregelmatig samengesteld met ternaire maatsoorten, dat is dus met drie maataccenten, is dus bijvoorbeeld een 7/8 of een 8/8. Deze 7/8 gaan we zo meteen nog verder onder de loep nemen. Joost zegt, bij de 5/8 denk dan bijvoorbeeld aan de Take 5 van Dave Brubeck. Ja, klopt. Ja, het klinkt heel natuurlijk, hè, die muziek. En toch staat het in 5/8 geschreven. En onregelmatig samengestelde kwaternaire maatsoorten, dat kunnen ook de 9/8 of 10/8 zijn. Of 11/8 of enzovoort, enzovoort. Dat is natuurlijk nu grappig dat die 9/8 nu twee keer voorkomt. Dat kan namelijk een regelmatige, als voorkomen als regelmatige maatsoort, maar ook als onregelmatige maatsoort. Ik heb daar het voorbeeld bij geschreven. Je kunt hem bijvoorbeeld als regelmatige maatsoort verdelen van 3 plus 3 plus 3. Hè? Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maar je kan er ook 4 maataccenten in maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan heb je ook een 9/8 maat. Nou, dat kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren doen. Dus dit kan. En als je een 6/8 in drieën telt, eigenlijk heb je het dan over een 3/4. Dus dat zou je kunnen zeggen dat je dat meer, dan komt het vaak voor als 3/4 of je het is een verschuiving in het ritme. Theoretisch heb je natuurlijk wel gelijk, alleen dan zou het wel een regelmatige maatsoort zijn. Kijk hoor, ga nu kijken naar de 7/8 maat, zoals ik net ook al zei, want daar gaan we straks ook mee oefenen. En een 7/8 maat kun je als volgt verdelen. Dus dan 3/8 plus 2/8 plus 2/8 of 2/8 plus 3/8 plus 2/8 of 3/8 plus 2/8 plus 2/8. En dat ziet er dan als volgt uit hier in het scherm. Hè? Dus ik heb eerst 3 plus 2 plus 2. Heb je 1, 2, 3, of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoe kun je dit nou herkennen? Je ziet het aan de waardestrepen. Hè? Dus je ziet hier de verdeling, het staat er niet altijd bij, hè? 3 plus 2 plus 2, soms wel, niet altijd. Maar dan moet je kijken naar de waardestrepen, of bijvoorbeeld naar de kwarten, hoe ze geschreven staan. Dus je ziet nou een groepje van 3/4, of van 3/8 bij elkaar, een kwart naar het punt. En 2 en 2. Dus je hebt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Dat staat hier. Dan kijken we naar het tweede groepje in het groen. Dan heb je dus de verdeling 2 plus 3 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Dat zijn dus, is de verdeling van de 7/8 in 2 plus 3 plus 2. Maar ook nog de verdeling 2 plus 2 plus 3. Dat doe ik ook even voor. Zie je ook weer dat de waardestrepen anders staan dan bij de andere groepen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Zo
Zo klinkt dat en zo moet je de maataccenten ook te gehoor brengen. Dus het is anders. Je speelt hier de maataccenten 1, 2, 3, 4. En dat is dus anders dan 1, 2, 3. Hè, waarbij de 2 hier langer is, omdat die driedelig is. Nou, hier gaan we straks ook mee oefenen. Bij het zelf ritme uitvoeren. Ik heb dit keer weer drie ritmes. En die ritmes die heb ik op niveau A, B en D. Dus C hebben we dit keer niet met het nieuwe ritme. Want we gaan nu aan een onregelmatige maatsoort beginnen. Goed, eerst nog even de herhaling van het ritme van de vorige keer. Even kijken hoor. Daar komt hij. Ik tel 4 vooraf en doe met me mee. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, de ene, tweede, drie, vier. De tweede, drie, vier. De een, twee, drie, vier. De ene, tweede, drie, vier. De ene, tweede, drie, vier. Ene, tweede, drie, vier. Ene, tweede, drie, vier. Goed, dat is het eerste ritme. Ik zei vorige keer ook al, van, je kan met me meeklappen of met me meepommen, hè, dat je pom, pom, pom het ritme doet. Maar je zou natuurlijk ook je instrumenten bij kunnen pakken om het met me mee te spelen. Hier komt het nieuwe ritme voor A voor deze week. En deze zet ik straks ook op mijn website, zodat je hem daar kunt downloaden. Even mijn schermpje goed. Bekijk het ritme ondertussen even. Daar komt hij. 1, 2, 3. 2, 3. 3. Nou, ik hoop dat het lukte. Ik ga dan eens lekker thuis van de week op oefenen. Dit is de herhaling van het ritme van B van de vorige keer in de 9/8e maatsoort. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Oké, lekker snel, vooral bij die triolen. Vorige keer hadden we deze natuurlijk ook gedaan. Ik hoop dat het inmiddels goed lukt. Best een pittig ritme. Ik heb dit keer een iets eenvoudiger ritme. Het is in 3/8 dit keer. Ik stel voor dat ik 2 maat voor aftel. Dus 1, 2, 3, 2, 2, 3. En dan gaan we beginnen. 1, 2, 3, 2, 2. Drie. Dat was het ritme. Hier aan het eind zie je natuurlijk steeds die rusten. Ja, dit noem je een hemiool. Eigenlijk staat hier steeds een 2/8 tussendoor. Misschien kunnen we het daar volgende keer ook even over hebben. Je hebt hier steeds een groepje van 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maar dat is dan 1, 2, 3, 1. Dus hier verschuif je de maataccenten zo dat het geen 3/8 maat meer lijkt als je ernaar luistert. Leuke oefening voor de volgende keer. De herhaling van het ritme van C. Daar komt hij. Ik tel 2 vooraf, dus we gaan gauw beginnen. 1, 2. Dat is het ritme. Vorige keer natuurlijk ook gedaan. Dus we gaan nu verder.
En zoals ik al aan had gekondigd, gaan we dit keer een ritme in 7/8e maat doen. Je kunt het even bekijken. Kijk dan, als je hier naar kijkt, ook eens naar de waardestreep, hoe de verdeling is. Want ja, je moet eerst natuurlijk goed weten hoe je moet tellen. Ik kan het even met jullie doornemen. We hebben hier een groep van 3 plus 2 plus 2, 3 plus 2 plus 2, 3 plus 2 plus 2. En hier ook 3 plus 2 plus 2. Dan tellen we 2, 2, 3, 3, 2, 2, zit verschuiving. 2, 2, 3, 2, 2, 3. Kijk gewoon heel snel naar de waterstreep nu. Hè. 2, 3, 2, 2, 3, 2. Als dit, hoe ik dit zie, is als dit anders zou zijn, dan zou hier ook de waterstreep doorgetrokken zijn. Dus vandaar dat je heel snel in één oogopslag kan zien, 2 plus 3 plus 2. Hoe ik dit ga doen, ik ga nu de maataccenten klappen. 1, 2, 3, en ik ga het ritme opzeggen. Daar komt ie. Misschien kun je dat met me meedoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pam, 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 pam. Pam, patatam, pam, patatam, patatam, patikatam, pam, patatam, patatam. Pam 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 pam. Dat was hem. Ik zie iemand in het scherp op zijn hoofd krabben. Het is dus een pittig ritme. Ja. Het is een kwestie van eerst even rustig tellen. Dus 1, hè, want een 7/8e maat kun je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tellen. Of 1, 2, 3, 1, 2. En zo tel ik in dit geval vaak, omdat het vrij snel gaat. Dan kun je het ritme op die manier uitpuzzelen. Nou, lekker downloaden het ritme van de website van de week. En dan kunnen we dat gaan oefenen. Zijn er nog vragen over? Dan kan ik die nog beantwoorden. Is het gebruikelijk dat de accenten in een onregelmatige maatsoort verschuiven? Nou, de vraag is een goede vraag. Is het gebruikelijk? Het komt veelvuldig voor. Dus, maar het hoeft niet. Het is dus geen regel dat dat moet, maar het kan. En je ziet dat dus aan die maat, aan die waardestrepen. Als je heel veel, hoe ik het vaak lees, als je heel veel verschillende wisselingen achter elkaar, hè? Want dat stuk van Stravinsky wat ik jullie liet zien, dat heb ik ook een keer gespeeld, gedaan. Ja, dan lees je op een gegeven moment echt het ritme en die waardestrepen. Dus meer dan de maatsoorten nog, hè? Om echt snel te kunnen lezen. Echt groepjes, lees groepjes. We gaan weer gehoortraining doen, even kijken wat de volgende sheet is, ja. Ik stel voor dat ik gelijk een paar dalende intervallen speel. Komt-ie? Dit is een grote seconde. Dit is een grote terts. Dit is een reine kwint. Reine kwart. Dit is een grote sext. Wat ik nu ga doen is intervallen spelen, soms stijgend, soms dalend. Zing hem eens na voor jezelf. Grote terts. Grote terts.
grote terts. Net speelde ik dit interval over, ook op dezelfde toonhoogte. Groot terts. Groot terts. Een reine kwart. Rijn octaaf. Ik speel nog twee intervallen. Een grote terts. En een rijn octaaf. Goed. Nog een paar drieklanken oefenen. Ik speel ze gebroken. Een grote drieklank, dus majeur. Mineur drieklank. Majeur drieklank. Mineur drieklank. Nog twee. Is verminderd. En dit is majeur. Nou, zijn we de... Ik zie iemand in beeld ja knikken. Dus die had het goed. Dat is heel mooi. Ja, zijn we toch mooi majeur geëindigd vandaag met de les. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, weer mooie nieuwe dingen hebben opgepikt. Graag tot de volgende keer. Ik ga nu de microfoon weer openzetten. Even kijken, en nogmaals, als je suggesties hebt nog voor de les van volgende week, van onderwerpen, dan hoor ik dat graag. Kun je in de chat zetten of naar mij mailen. En de nieuwe de nieuwe ritmes, die kun je downloaden ook van mijn website rolfhogenberg.eu en dan klik je in het menu op muziektheorie.